Wow. Te weinig zijn met brand. Hey, welkom allemaal. Welkom bij Flaming Talks. De show met de heetste papers en de heetste vragen. Elke keer heb ik een nieuwe gast. Wil je weten of ze het aankunnen? Stay tuned. Vergeet niet te commenten, te liken en te subscriben. Vandaag zitten we in Almere bij de View aan het Weerwater. Hi allemaal, vandaag zijn we in Almere, een bijzondere plek in de View, restaurant de View, met uitzicht op het Weerwater, echt prachtig. En we zijn hier omdat we een hele bijzondere man gaan interviewen. Hij is presentator, jullie kennen hem van tv, maar ik ben benieuwd hoe goed hij tegen peper kan. Dames en heren, Jurgen Rijman. Zo afgekregen. Lieve introductie, dank u wel. Ja, lief hè? Ja, heel lief, schattig. Ja. Nou ja, we zitten hier vandaag om te bekijken hoe goed jij eigenlijk tegen pittig eten kan. Mm-hmm. Dus vertel, hoe goed kan jij tegen pittig eten? Niet zo goed eerlijk gezegd. Nee. Ik heb een hele grote mond en ik heb een pittige tongval. Ja. Maar ik ben niet zo, ik kan niet zo goed tegen peper. Ik krijg namelijk heel veel last van mijn maag. Ja. Maar ja, toen jij me vroeg om dit te doen, dacht ik van, ja, you have to go take the challenge. En heb je dat zelf gemaakt? Dit heb ik zelf gemaakt. Heb je zelf gemaakt? Ja, okay. En sommige pepers ook. Heb je ook waar je zeg maar je tekening op staat? Ja, dus, mijn cartoon versie. Je avatar. Mijn avatar. Heel is goed. Dus we gaan beginnen met die. Nummer uno. Oké. Okay. Yes. En die moet ik zelf op mijn bordje zetten? Je mag het gewoon op je hapje zetten en dan mag je die gewoon lekker opeten. En dan geef je hem daarna gewoon aan mij door en ik eet gewoon lekker met jou mee. Dan zet ik hierop dus. Ja. Een beetje zo. Ja. Is genoeg? Zo is genoeg. En een lepeltje. Okay. Ja, dat alsjeblieft. Dankjewel. Nou. Nou, eet smakelijk. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Dat is niet peper, dit is... Dat zou je thuis jam noemen. Sham. Iedereen weet wel gewoon wie jij bent, maar we willen toch even kijken of we jou beter kunnen leren kennen. Door mijn peper te laten eten. Mm-hmm. Okay. Ook. Maar ik ga je een aantal vragen stellen. Ik ga je 1 minuut lang, ga ik je allemaal verschillende vragen ga ik je stellen. Mm-hmm. En die moet je gewoon zo snel mogelijk beantwoorden. Wat is je grootste ergernis? Het is mensen die links rijden in de snelle baan. Oké, als je een eindeloze voorraad van een product zou uitkiezen, welk product zou dat zijn? Eindeloze voorraad van een product? Wow, kaaskoekjes. Wat is je vreemdste eigenschap? Oh ja, ik poets mijn tanden onder de douche. Oké. Okay. Ja, dat vinden mensen vreemd, maar ik vind dat heel fijn. Oh, ik doe het ook. Ja toch? Oh, dat heb je ook een hele vreemde eigenschap. Hele vreemde eigenschap. Ja. Wat is je favoriete ijssmaak? Mijn favoriete ijssmaak? Dolce leche. Hmm, ja. Okay. Dolce leche, ja. Ben je een ochtendmens of een avondmens? Avondmens. Oké. Okay. Maar ik heb geen ochtendhumeur. Dat is wel, ja, dat is wel een goede. Oké. Okay. Wie was je favoriete superheld toen je klein was? Mijn favoriete superheld toen ik klein was, ik denk Superman. En tegenwoordig is het Iron Man. Zwarte man moet je tegenwoordig Black Panther zeggen natuurlijk, maar... Ja, maar... Ik ben niet zo van het obligate zwart zijn, dus... Marvel is prima, hè? Marvel is goed, ja. Dat is weer goed. Okay, we kunnen al naar de volgende. Ja? Ja. Oké. Ik heb speciaal mijn nagels geknipt voor je vandaag. Het is zo'n rare eigenschap van hoe ik vergeet mijn nagels te knippen. Je vergeet je na. Oh, daar ben ik heel blij om. Ja, dan leek ik op. Ik leek echt op een kwikwi soms. Oh, kwikwi. Ja, met die lange schubben en zo. Ik heb vandaag speciaal gekregen. Een kwikwi is een vis. Het is een vis, ja. Een als je dat niet weet, Google. Come on, man. Ja, je bent opgegroeid in Suriname. Mm-hmm. Zou jij kunnen omschrijven hoe jouw opvoeding in Suriname is geweest? Nou ja, ik heb een... behoorlijk vrij opvoeden gehad voor Surinaamse begrippen. Mijn ouders waren niet van de restricties. Dus ik mocht heel veel als kind. Ja. Maar ik werd wel heel bewust gemaakt van mijn sociale plichten al. Mijn vader zei altijd van, als het goed met jou gaat, vergeet niet te delen met anderen met wie het minder goed gaat. Dat heb ik al heel jong geleerd. En wij woonden op uitvlucht van de Veldhuislaan. Dat je de Gemeenlandsweg. En aan de andere kant van de mensen had je Ballonnet, dat was zo'n volkswijk. En wij hadden gewoon een prachtig huis, mijn vader was zo kalm. Dus we leven gewoon een goed leven. Ja. Maar ik had altijd vriendjes uit die volksbuurt, daar waren mijn vriendjes voornamelijk vandaan.
Dus als er dan Sinterklaas was geweest of zo, van verjaardag en ik een hele berg cadeautjes, nou dan wisten die jongens gewoon moeten naar Rijnmond toe. Want dan mochten ze altijd alles lenen, daar heb ik nooit een probleem van gemaakt. En ze brachten het ook netjes terug en soms zei ik van nou hou het maar, dus het is maar... Maar dat is wat ik heel vroeg geleerd heb is van mijn ouders, is gewoon vooral samen delen. En ik denk dat het altijd wel een beetje in me gebleven is. Oké, nou dat is een goede eigenschap die je hebt meegekregen, toch? Absoluut, ik was heel dankbaar daarvoor. Ik wil het ook aan mijn kinderen mee te geven. Dus, Ja, en is dat een beetje gelukt? Ik denk het wel, ja. Mijn kinderen zijn beide heel sociaal, dus ik heb twee prachtige dochters. Ze hebben allebei ook met UNICEF reizen van me mee, zijn ze mee geweest. Oh, wow. En ze zijn ook heel bewust altijd bezig met goede doelen, dus ik ben trots op mijn meiden, die doen het goed. Ja, ik kan me voorstellen. Mm-hmm. Nou, goed om te horen. Yes. We mogen al naar de volgende. Naar de volgende? Ja. We mogen net te wennen aan deze. Ja. Hoe goeie chutney? Het zijn jalapeno's. Jalapeno chutney. Jalapeno chutney. Nou, je bent al heel lang getrouwd met je vrouw Sheila. Hoe lang ben je getrouwd? We zijn nu 25 jaar getrouwd. Ja. En in oktober zijn we 31 jaar samen. 31 jaar samen, oké. Okay. Ja, hij is geslaagd. Mm-hmm. Hij weet het. Oh. Kan je me het geheim vertellen achter jullie lange relatie en lange huwelijksjaren? Ik denk dat het belangrijkste, deze vraag stel ik me vaker. Ja. Sorry hoor. En ik denk dat het belangrijkste is dat we elkaar niet hebben proberen te veranderen tijdens onze relatie. Ja. Dat was de eerste afspraak die we ook maakten. Want wat je vaak ziet, je raakt verliefd op de ideale persoon. Je denkt van, hé, ik heb de ideale persoon in mijn leven. En het eerste wat je dat gaat doen, is langzaam maar zeker gaan sleutelen aan de ideale persoon. Van, begin meestal met, ik wil niet meer dat je die korte rokjes draagt. Of ik wil dat je haar niet losdraagt. Of je niet te veel make-up zetten. Ja. Of ik wil niet dat je met je vrienden gaat stappen meer op woensdag. Of dat je te veel bier drinkt als je vrijdag in de kroeg bent. Weet je, gaat langzaam maar zeker ga je die dingen veranderen aan iemand die zijn personality ook veranderen. En en dan loopt het stuk. En we hebben elkaar altijd de ruimte gegeven om vooral te blijven wie we zijn. Ja. En als er iets is aan Sheila waar ik heel moeilijk tegen kan, dan zeg ik het er wel. Ja. Maar ik vraag er niet om te veranderen. Ik probeer mijn leven dusdanig, of mijnzelf dusdanig te veranderen. Om er tegen te kunnen en mezelf te trainen en de juiste mindset te geven. Dat ik tegen hetgeen wat haar van mij hindert of irriteert om daarmee leren om te gaan. En dat doet zij omgekeerd ook. Dus, maar dan is het toch een beetje aanpassen aan elkaar. Maar dat is wat als je echt van iemand houdt, dan pas je ook met alle liefde aan die persoon. Dus het is. Weet je, en als je Sheila zou vragen waarom ze van mij houdt, zou je hetzelfde antwoord krijgen als je mij zou vragen waarom ik van Sheila hou. En dat is? Omdat ze van mij houdt. Maar zo is het wel. Ik bedoel. Ja. Weet je, ik denk dat je alleen oprecht van iemand kan houden die ook echt van jou houdt. Anders is het een one-way street en het werkt niet. Nee, dat werkt niet. Nee, klopt. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor deze wijze woorden. Ja, schrijf het op. Ja, Uncle Jay. Het is vastgelegd. Het is al vastgelegd. Ja. Nou, we kunnen door naar nummertje 4. Dan gaan we peper eten. Plus, dit is een lieve Mona-gesprek. Ja. Ik kan het in mijn mond hebben, maar ik vul het hier al borrelen. Dus, Je bent zelf natuurlijk cabaretier. Mm-hmm. We kennen je natuurlijk ook allemaal van de Comedy Factory. Daar heb je heel veel mensen natuurlijk ook in je show gehad. Ik ga een aantal quotes of zinnen, gezegdes noemen van stand-up comedies. Of van mensen die jij wellicht ook al in je show hebt gehad. En dan moet jij raden van wie ze zijn. Oké. Okay. In my world, a woman was the most powerful thing that I knew. And still is. Het zou zo van Chris Rock kunnen komen. Had zomaar gekund, ja. Of van Bill Cosby. Hij zou het nu graag willen zeggen. nee, ik weet niet. Trevor Noah, oké. Okay. Relationships are like farting. If you push too hard, things could get messy real fast. Een soort comedian die dat soort die fart jokes houdt te maken. Ja, dat is een hele bekende wel, hoor. Dat is een hele bekende? Ja. Yeah. Eddie Murphy? Nee. Mm-hmm. Maar zit er wel... Ja, in de buurt is het Chris Rock. Is dit Chris Rock? Nee. Geen Chris Rock. Oké, dan weet ik. Dave Chappelle? Nee. Maar de andere? Nog één? Nog eentje die in dat rijtje zit. Het is geen ding. Het is geen... Hij is wel wat meer van deze tijd. Oh, Kevin Hart. Ja, dat is het Kevin. Ja, natuurlijk. Ja. Kevin heb ik trouwens in de Comedy Factory gehad. Ja, zie je? Ja, toen was hij net begonnen als comedian. Nou, kijk. Ja, dus... Ja, die keer. Nou, Kevin Hart. Kevin Hart, ja. Had het moeten weten, puberale humor, Kevin Hart. Ja, daar begint het wel mee. Daar begint het mee, ja. Before
Before you marry a person, you should first make them use a computer with slow internet to see who they really are. Je kent deze misschien van Saturday Night Live of van Step Brothers. Nee, daar help je me niet mee. Nee. Will Ferrell? Will Ferrell, wauw, ja, maar dat zie ik meer als acteur dan een comedian. Maar hij is wel als comedian begonnen, dat is wel waar, ja. Ja, dat is waar, ja. Oké, ja, Will Ferrell, ja. Oké, ja. Nou ja, goed. Okay. Ja, degelijke humor. Ja. Heel degelijk, ja. Oké, nog eentje. Ik moet eentje kunnen raden. Oké, en voor de record, I'm fluffy, not fat. En voor de record, I'm fluffy, not fat. Dit is van Gabriel Iglesias. Yeah. Ja, dit is Gabriel Iglesias. Ja, die ken ik. Ja. Yes. Oké, dan heb ik er best eentje goed. Eentje goed, inderdaad. Moeten net die nu? We moeten al naar de volgende, ja. Dit is die Madame Chenin. Je proeft het direct. Ja. Damn. Nee, je staat bekend als iemand die veel vrijwilligerswerk doet. Mm. Net gaf je al aan dat je zelfs ook met je dochters voor UNICEF, of dat ze mee zijn gegaan voor UNICEF. En je hebt ook veel vrijwilligerswerk gedaan voor Suriname en dergelijke. Nu heb ik ergens gelezen dat jij benaderd bent door de regering van Suriname om op die manier zeg maar bij te dragen aan ontwikkelingen in Suriname. Nou zie ik jou niet echt als iemand die direct politiek gelinkt wil worden. Nee. Dus hoe kijk je daar zelf tegenaan? Ik ben toen benaderd, dit was aan het begin van de eerste periode van deze huidige regering van Boutersen. Toen ben ik benaderd door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Die ken ik uit het uitgangsleven gewoon. En die zei van, nou weet je, we willen wat gaan doen voor de jeugd. En hij was ook met Kleine Zeedorp bezig met zijn project om iets een echte soort van sportschool neer te zetten. Daar, of een sportsacademy voor het heel Caribisch gebied. Maar waarbij ook de jeugd van Suriname, zeg maar, geholpen zou worden. Dus ze zochten naar iets waarbij ze meer voor de jeugd konden doen. Ja. En ik had zoiets van, kijk, ik ben geen Boutersen-fan, dat weet iedereen. Maar iedereen verdient wel een kans als ze beginnen. Zeker als ze democratisch gekozen zijn, vind ik, dan moet je daar als Surinamer kijken hoe je bijdrage kan leveren. Dus ik heb toen ook meteen ja gezegd, dus ik wil wel kijken hoe jullie kan helpen. Maar toen na een tijdje bleek dat, bijvoorbeeld de amnestie werd toen werd ingevoerd, waarbij zeg maar de hele rechtspraak op zijn kant werd gezet en men probeerde onder het hele decemberproces uit te komen. Toen had ik voor mijzelf al de beslissing gemaakt, nee, met deze mensen wil ik geen zaken doen verder. Geen samenwerking aangaan. En ik zou altijd moeten Suriname en de Surinaamse jeugd blijven inzetten. Maar dat kan ik als particulier beter, dan heb ik niet altijd per se de regering voor nodig. Nee. Ik bedoel, ik heb vorig jaar een container met medicijnen in Suriname gestuurd, of met disposables, heb ik me nog mee geholpen. Ja. Toen heb ik wel de toenmalige minister van Volksgezondheid gebeld en gevraagd, hey, kan je me helpen om het in te klaren op een goede manier? Ja, precies. Maar ik vind het, dan ben je voor het goede doel bezig. Op die manier vind ik het niet erg om te doen, maar ik heb echt niet de behoefte om deze regering politiek te laten scoren. Die behoefte is bij mij absoluut niet aanwezig. Nee, precies. Okay. En de samenwerking ook goed. Dus, nou, dan is dat een beetje uit de wereld geholpen. Ja, maar je weet hoe Suriname is, Shai. Ik bedoel, het is zo vervlocht en zo verwrongen met elkaar. Het is heel moeilijk om principieel alles terug te trekken. Ik bedoel, als je dingen gedaan wil krijgen, dan zou je toch met mensen van de regering moeten werken. Zou je toch met bepaalde mensen moeten praten. Het is alleen maar van, kijk, bij mij wordt de grens getrokken als ik dingen zou gaan doen om mezelf te bereiken. Of waarbij ik mezelf een betere positie zou geven. Met dank aan deze regering. Nee, dan ga ik een stap te ver. Ja. Maar zodra ik hun nodig heb en ze me kunnen helpen iets te doen voor het land, voor het volk, om het volk beter te maken. Ja, dan zal ik dat wel doen, omdat het al mijn mensen gaat. Maar heb je dan ook het idee dat er wel medewerking wordt verleend? Als ik dat vraag, ja, toen met die container heb ik echt alle medewerkers gekregen. Dus daar wordt er wel medewerking verleend. Ja, ja. En vanuit daaruit, zeg maar, dus als de medewerking al is verleend. Ja. En heb je daar nog oog, zeg maar, hoe het er dan aan toe gaat? Of trek je je dan een beetje... Nee, ik heb me hier naar teruggetrokken, want degene die toen verantwoordelijk was, is toen ontslag genomen, ook bij het AZ, de automatische directeur. Ze hebben nu een nieuwe directeur inmiddels. En ik heb zoiets van, als je te lang in bepaalde projecten blijft hangen, ik ben meer een aanjager. Ik vind het leuk om iets te starten, mensen te enthousiasmeren, ga ermee door. En dan, ik ben niet iemand die dan door blijft gaan. Ik vind dat moet je aan mensen laten die daar het geduld voor hebben en mensen die dat goed kunnen.
En ik kan het gewoon niet heel goed. Ik kan heel goed aanjagen, ik kan heel goed een idee visualiseren en zeggen hoe ik dat gaan doen. Maar je moet me niet vragen om een lange termijn uitwerking ook nog mee te werken. Want dat kan ik gewoon niet. Dat is niet mijn ding. Dat is een van mijn zwaktes en dan ben ik eerlijk. Je bent een sprinter. Ik ben een sprinter, ja. Dus ik ben geen lange duurloper. Nee. Ik krijg nu al pijn aan mijn kuit als ik eraan denk. Als je eraan denkt. Ja. Oké, heel goed. Ja. Maar gewoon, kunnen we naar de volgende? Als je het aandurft. Ik durf het allemaal. Die doet. Ja. Mm-hmm. Jij kan het gewoon hebben. Mm-hmm. Nog geen last van. De eerste druppeltje zweet. Echt ongelooflijk. We hebben een kijkje genomen in jouw social media. Oké. Okay. En we hebben een aantal leuke foto's gevonden. Mm-hmm. En ik zou graag het verhaal achter de foto willen weten. Die bovenste, dat is Sammy. Dat is mijn hond. Samuel L. Jackson Rijman. een chocolate. Hij is een chocolate labrador. En Shayla en ik waren 2 weken weg. En toen hebben we hem dus naar zo'n overblijf gebracht, een dierenpension in Inge. En daar deden ze elke dag dan spelletjes met hem en trainden ze met hem en zo. En deze foto is dus daar gemaakt en die werd van, ik vroeg elke dag, ik moet foto's hebben. Ik belde ook elke dag gegaan met mijn hond. Dus het is net je kind uiteindelijk. En toen kreeg ik deze foto en ik vond het echt van, oh, echt een mooie actiefoto. Maar wat je ook heel typisch Sammy ziet. Ze hadden een snoepje in de hand, want zijn ogen zijn gericht op dat snoepje. Terwijl hij over die dingen zei, waren zijn ogen vooral gericht op dat snoepje. Dus, dat kan alleen een baasje zien. Ik heb mijn hond gehoord. Dus, maar ik vond het een hele. En hij is ook mooi afgeslankt daar, want hij was iets van 6 kilo te zwaar toen we hem brachten. Is dat ook een beetje typisch? Dat is typisch Shayla en ik. Ja, we overvoeren onze dieren. Mm, we hebben zoiets van, als wij snacken, moeten zij ook snacken. Weet je, en labradors die missen een gen. Vooral die chocoladelabradors, die missen een gen die ze zegt dat hun honger gestild is. Dus die blijven gewoon eten zolang je ze eten geeft. Oh ja, ja. En, maar nu is hij lekker op, hij is weer lekker op gewicht en hij is weer lekker slank en flexibel. Dus, en zeker met de hitte van de afgelopen dagen. Maar ze zijn heel dankbaar dat hij een beetje minder vet was. Dus, nog dat. Had hij iets minder vet? Absoluut. We hebben ook nog deze foto. Mm-hmm. Dat is met mijn meiden. Mijn jongste dochter die had net de rijbewijs en die reed voor het eerst, maar ik weet niet waar we naartoe gingen, mijn oudste zat achter. En dat zijn van die familiemomenten, dat je dan even een foto maakt en dat deelt met de rest van de wereld. Ik was heel trots op mijn meisje dat ze de rijbewijs eindelijk had, want toen Jelisa opgroeide, zei ze altijd, ik ga nooit de rijbewijs halen, want ik vind autorijden eng. Ik ga gewoon genoeg verdienen om een chauffeur in dienst te nemen. Hey, goede goals. Hele goede goals, maar uiteindelijk heeft ze er toch aan geloofd in de rijbewijs gehad en nu is het een gedoe, want ze is niet achter het stuur weg te slaan, dus, en ze deelt de auto samen met haar zus. Oké, heel goed. Want ze had samen een bedrijf ook, dus ze deelt ook samen auto. Dus het is regelmatig dat ik ze dan hoor van, ik rijd, dus het gaat wel goed. Ze regelen het samen wel heel goed zelf, ja. Heel goed. Mm-hmm. Nou, leuk om te zien dat je zo met je meiden omgaat. Ja, man. Oké, okay, De volgende. De volgende foto. Dat is broodje kip met, die zag ik hier in de stad. Ik liep langs de Hema en ik denk, what the fuck is Surinaamse saus? Ik bedoel, is het een Surinamer die je door de molen hebt gehaald? Ik bedoel, hoe wil je Surinaamse saus definiëren? Ik bedoel, weet je, en toen vroeg ik ze ook, dus ik heb een vraag, dus er zit een beetje curry in. Oh ja. Ik zeg, come on, weet je, het is... Mayonnaise met curry. Met curry, ja, ik heb zoiets van, Surinaamse saus kan je niet definiëren, want Surinamer, daar hebben we hebben de Hindoestaanse, de Javaanse, de Chinese, de Creoolse keuken. En die hebben allemaal hun eigen saus en hun eigen smaken. Dus als je wilt iets wil zeggen, doe het specifieker. Ja. Zeg, je hebt de Creoolse saus erbij of je hebt de Surinaam-Chinese, weet ik veel wat, ketchup saus erbij. Ja. Maar Surinaamse saus, ik had ze iets van... Dat is wel heel alles. Ja. Maar deze mensen hadden ook die idioterie, of dat was ja, met roti met rijst. Oh ja. Ja, ze hadden gewoon kerrykip gemaakt. Slechte kerrykip ook nog. En dat, weet je... Nee. Ik heb het, iemand heeft het had het gegeten. Het was niet eens masala. Het was gewoon echt gewoon slechte curry. Ja, ja, ja. En dan noem je dat roti met. Ik denk, weet je van. Verdiep je een beetje in mijn cultuur voordat je het gebruikt. Ja. Weet je, net als minister Blok die al bullshit zit uit te kramen over onze multi-etnische samenleving. Dat het gevolg is van. Dat is juist een van de weinige krachten die ons nog overeind houdt. Ja. Is dat we zo sterk zijn in onze multi-etnische samenstelling. Dat is mijn volgende vraag. Oh, sorry. Nee, maar. We hebben begonnen met die foto, dan ga je het krijgen ook. Maar dat geeft niet, inderdaad. Minister Blok. Ik hoorde die uitspraak van hem en ik dacht van... Want Suriname is een failed state, zei hij. Een failed state. Kijk, je kan 100 dingen noemen die fout gaan. Ja. Maar ik heb laatst een stuk gelezen van Hugo Fernandez Mendes.
staatsrechtskundige. En die zei ook van, als je Suriname op de democratische lijst zet, zeg maar langs de democratische waarden meet met andere landen, zijn op het niveau van Amerika en België. Qua onze democratische structuur. Dus daar zijn we geen failed state. We hebben een regering die corrupt is, ben ik met je eens. Ja. We hebben een gezondheidszorg die instort, ben ik met je eens. We hebben controleapparaten die falen, ben ik met je eens. Maar als je zegt dat we een failed state zijn op grond van het feit dat we onze politiek langs etnische kaders hebben ingericht, dan denk ik ja, dan is het jouw schuld. Dan erkent Nederland eigenlijk de schuld dat Suriname puin op is dankzij hun. Want zij hebben al die culturen gebracht. Het was voor de Nederlandse koffie en suiker en katoen dat al die culturen naar de West zijn gebracht. Want ze zijn daar gekomen. Ze hebben het gestolen van de Spanjaarden die dachten dat ze land hadden ontdekt, terwijl het land al van mensen was. Dus hebben we het tweedehands gejat. Een Antilliaans van een vriend van me zeggen, dat ben je sowieso al een amateurjatter. Maar ze hebben het tweedehands gejat. Zagen de mogelijkheden en dachten, we gaan het niet zelf doen. Veel te veel werk. Dus weet je wat, de vragen die Indianen om het werk doen, niet achter krijgen het heen en weer. Ja. Wij verbouwen alleen maar wat genoeg is om te eten en we doen niet aan roofbouw. En slavernij zie je wel helemaal niet zitten. Nou, toen hebben ze Afrikanen gehaald om het te doen. Hebben ze kapot gemarteld met het idee van, ja, weet je, als je niet wil werken, dan gaat dit met je gebeuren. Gelukkig zijn een paar weggelopen. En toen moesten de Nederlanders komen om die weer in het gareel te houden. Nou, daar was Stedman gelukkig bij, de Schots-Nederlandse soldaat, die tekening heeft gemaakt over de gruwelheden van de slavernij. Nou ja, de Nederlandse abolitionisten werden toen gezegd, jongens, dat kan niet doorgaan. 60 jaar nadat de rest van Europa dat afgeschaft, kwam Nederland plots met, wij gaan het ook afschaffen, die slavernij. Maar toen dachten ze, oké, dan moeten die mensen, moeten al die plantage-eigenaren, moeten een vergoeding krijgen. Want ze raken al die slaven kwijt. Dus die hebben per slaaf 200 tot 300 gulden gekregen. En die slaven die kregen niets. Ze kregen een contract waarin ze nog 10 jaar moesten werken op de plantage onder dezelfde omstandigheden. Nou ja, na die 10 jaar dachten ze, oké, maar wie gaat nu onze koffiesuiker en katoen doen? Weet je wat, we hebben nog een paar Javanen in Indonesië, we halen die erbij, we bellen de Engelsen voor wat hun staan. En misschien ook een paar Chinezen, weet je, die weten ook wel hoe je rijst moet verplanten. Nou, die halen we erbij. En zo is die hele maatschappij ontstaan. En toen ze dachten van, oké, nu moeten ze zelfstandig worden, zijn zij het geweest die al die verschillende bevolkingsgroepen hun eigen politieke partij hebben laten stichten. En steeds met de verdeling en heerspolitiek ervoor gezorgd hebben dat onze politiek langs etnische kaders is blijven bestaan. Maar als je dat de reden noemt van een failed state, dan erken je schuld voor Nederland. En dat vind ik nog veel belangrijker dan dat je spijt betuigt voor of excuses aanbiedt voor de slavernij. Maar dan heb je gewoon, geef je toe van, wij hebben het opgefokt en het is ons gekloot, waardoor er komt dat het land nu zo goed gaat. Ja, maar los daarvan denk ik ook niet, kijk wat je zegt, hè, van, dat ze gefaald hebben op bepaalde gebieden, inderdaad gezondheidszorg. En dat gaat inderdaad niet goed, dat we daarop houden. Maar als je bekijkt hoe de verschillende groeperingen wel gewoon met elkaar leven, vind ik dat ze dat op zich beter doen dan in bepaalde facetten. Nee, ik bedoel, de pers in Suriname kan meer zeggen dan de pers in Amerika. Ja. Om maar wat te noemen. Weet je, ik heb de pers, je hebt nu gewoon een vrije, een mondige pers in Suriname die alles zeggen, die kritisch is en alles. Dat kan gewoon in Suriname nu. Ja. Weet je, ik bedoel, probeer dat in Amerika te doen. Nou, je bent direct fake news en de media die president Trump kapot probeert te maken, weet je van nog een beetje. Je mag daar ook alles zeggen, maar dat mag bij ons ook in Suriname. Ja. Weet je, corruptie is ook niet iets van deze regering, is iets wat regering na regering in Suriname heeft gekend. Hoe komt het? We hebben het van de Nederlanders geleerd. We hebben het geperfectioneerd. Maar er is geen Surinaams woord voor corruptie. Nee, dat bestaat. Geen Surinaams woord voor corruptie. Nou, we hebben het van hun geleerd. We hebben het geperfectioneerd. Ik blijf erbij, maar we hebben het van hun geleerd. Ja. Weet je, en het is gewoon iets van wat wel waar is, als je kijkt naar die etnische scheidslijnen politiek, wat wel het gevolg daarvan is geweest, is dat je zag dat in regeringen waarbij er coalities plaatsvonden van Hindustanen, Kriolen en Javanen meestal, dat het ministerie waar de Hindustaan zat, dat bijvoorbeeld als een Hindustaan op landbouw zat, dat de Hindustaanse boeren het goede 4 jaar hadden. Ja. Weet je, en als er een Kriool op domeingronden zat, dan wist je dat een aantal Kriolen goede gronden zouden krijgen de komende periode. Dus zo was het allemaal wel geregeld, omdat je per partij regel je eigen mensen. Maar ik bedoel, hier in Nederland is het geen haar beter. Ja. Als je kijkt hier de posities die mensen krijgen van politieke partijen, wordt het toch ook precies zo geregeld. Ja. Ik bedoel, al die burgemeesterbaantjes en commissaris van de koning en nog, wordt ook allemaal geregeld op basis van je politieke voorkeur. Ja, klopt. Dus waar heb je het over? Helemaal niet eens. Huh. Doe maar. Ja. Deze jacht even. Doe jij hem open? Dan, Ga je morgen bellen als ik naar het ziekenhuis ben. Sowieso moet je morgen even een filmpje sturen. Oké, is goed. Mm.
Mm-hmm. Ja, over je meiden gesproken. Ja. Dus zij zijn de jeugd, hè, van nu. En we willen toch even weten van... hoe bekend ben jij met de culture van de jeugd? Dus ik ga je een paar fenomenen noemen waarmee, nou ja, die nu een hype zijn. Uh-huh. Dan wil ik van jou weten of je ermee bekend bent, ja, en of je kan vertellen wat het is. Okay. Dit onderdeel, dames en heren, noemen we kijken hoe oud Jurgen is. Ja, dat is het. Zo kan je het ook. Ja, oké. Okay, ik weet het wel, ja, maar het is goed. Let's do it. Jij hebt twee van de drie. Twee van de drie. Oké, okay, ik ben benieuwd. Let's go. Hashtags in my feelings. In my feelings challenge. In my feelings challenge. Ik heb dat gelezen. Het was een... Flik, wat was dat weer? Ik heb het wel gelezen. Het was mensen die foto's moesten maken op Instagram en dan... Ja, als je me die kikken challenge had gevraagd, had ik het makkelijker kunnen zeggen. Die wat? Die kikken of die kiki challenge. En wat is dat? Van die mensen die naast hun auto dansen. Dat is hem. Is het In My Feelings? Ja, het liedje is In My Feelings, maar de naam Kiki komt erin voor. Kiki. Dat is In My Feelings. Ja, daar is het. Dat is het. Dus het is hetzelfde. Oké, zie je? Ja, dat is toch wel. Ja. Swish. Dat is een dans die ik met geen mogelijkheid kan doen. Ik heb het geprobeerd. Het is dat je met je handen naar links gaat en met je heup naar rechts. En dan moet je switchen met je handen. Met je... Ja. Kinderen hebben het geprobeerd te leren. Op Saba was ik laatst. Ja, ik vind het gewoon, ja, het lijkt alsof je een soort spastisch, ongecontroleerbare dans doet. Dus, ja, klopt. Ja, dat is het, maar de switch, nee, dat is niet voor mij, maar ik ken het wel. Ja, in jouw tijd had je meer merengue, salsa. Ja, merengue, salsa, we twisten nog wel eens een beetje af en toe, hoor, dat hadden we ook nog. En we hadden hele relaxe dansen, hadden we toen. Ja. Ja. Hey, twee van de twee. Oké, okay, let's go. Let's go. Oké, kijk of je me kan verslaan. Off-white. 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 Dat is beige. Is dat een soort trend of zo, off-white? Nee. Off-white is een brand. Uh-huh. Is een merk. En nou ja, wat zij doen is, ze hebben vaak collaborations met andere merken. Zoals bijvoorbeeld met Nike. Mm-hmm. En dan gooien ze daar hun eigen jus overheen. Alleen betaal je dan... Hoeveel meer? 200 keer zoveel betaal je dan voor omdat dezelfde het off-white is. Ja, er staat een off-white op en dan vaak met een soort bandje die erop zit in een bepaalde kleur. Want het is een soort pimp-instelling is het? In feite wel. Is het een soort van pimp my shoe of pimp my fashion. Whatever, ja. En dan staat er off-white op, alleen betaal je er dan heel veel geld voor. En ja, die brand heet off-white. En dat is, de bedenker van dit, die werkte ooit samen met Kanye West. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, Kanye zou wel boos zijn dat hij dat geld niet verdient dan maar fan. Nou, over Kanye West. Weet je dat ik Kanye West een keer naar bed heb gestuurd? Oh? Ja. Ik heb, Kanye kwam het eerst in Rijmen is Laat. Toen deed hij Through the Fire. Dat nummer deed hij Through the Fire. Dat weet ik nog. Was hij de eerste keer, het was zijn eerste Europese optreden op televisie. Was bij mij in de show. Daar ben ik nog steeds heel trots op. Heel goed. En hij trad toen met John Legend. Zo. En toen, John Legend speelde toen toetsen. Was nog producer. Die speelde toetsen. En song die background van Through the Fire. En na de show kwam John Legend bij mij. Die vroeg van, ik kom binnenkort met mijn eigen album uit. Zou ik dan ook bij jou de show mogen komen? Dus ik zei, nou ja, stuur het op als het goed genoeg is. Tuurlijk. Ja, ik ken die man helemaal niet. Toen later is hij gekomen en motherfucker exploded. Ja. En toen, 2 jaar daarna kwam Kanye weer. Toen deed hij een dingen met het Metropool Orkest, met een paar violisten van het Metropool Orkest. En hij zou die avond zou hij spelen in Ahoy. En toen zei Raymond, come see my show in Ahoy and afterwards we can have some breaks. Dus ik zei, oké, dus ik ben met een vriend van, we gaan met Kenzo. En met Shaila van Mensen erbij zijn we gaan naar Ahoy. We hebben naar de show gekeken, daarna backstage met hem gezeten. En we dronken wat. En hij zei op een gegeven moment, ja, weet je, vroeg moet ik naar Parijs, want morgen is weer in Parijs en zo. En ik zeg, maar het is laat. Hij zei, ja, no, it's late, but I want to hang. Maar het was iets van 2 uur nachts al. Hij zei, but I want to hang with you guys and really enjoy. Toen zaten we over politiek te praten. En hij was echt heel bevlogen van de dingen waarover we spraken. Hij zei, but I want to hang with you guys really like. Hij zei, no, can you? No, you really have to go to bed now. Because you have to perform tomorrow, so you really have to go to bed now. En hij keek me aan. En hij zei, yeah, I guess you're right, Raymond. Yeah, I'll go there. En hij is toen ook naar bed gegaan. Dus ik heb mijn kinderen gezegd, als ik Kanye West naar bed heb gestuurd, tot je 40 bent, stuur ik je nog steeds naar bed en je luistert naar me. Ja. Maar Kanye was een van de meest coole gasten die ik heb ontmoet door Raymond eens laten maken. Absoluut. Oké, we gaan naar het 9e sausje. Mm-hmm. Ik heb even overgenomen. Maar, wow! Ik heb weinig zin met brand.
Ik begin direct te snotteren. Eetje in Stadwijk, sorry voor de mensen op beeld, maar even. Zijn jouw doekoe, dat zijn niet van het restaurant. Okay. Nee. Ga het meenemen, wat zeg ik het voor je post. Nou, we weten ook allemaal dat het niet altijd over rozen is gegaan in je leven. Je hebt een tijdje geleden heb je een wat lastige financiële situatie gehad. Mm-hmm. Als het goed is ben je daar nu wel een beetje uit aan het klimmen. Ja, dat gaat heel goed zelf. Nog niet helemaal, maar de grootste ellende is achter de rug. En, er gloort weer heel veel hoop aan de horizon. Heel goed. Ja. Nou, hoe sta je er zelf nu? Hoe kijk je terug op die periode en hoe kijk je tegen de toekomst aan? Sorry hoor. Mm-hmm. Ik ga die laatste echt niet doen. Dit is echt een gode verzoeken. Als ik naar die periode terugkijk, het is een hele leerzame periode geweest. Een periode waar ik heel dankbaar voor ben, want het heeft me echt geground. Het heeft me inzicht over mezelf gegeven, waar ik heel dankbaar voor ben. Een van de belangrijkste inzichten die ik heb gekregen is dat het materiële en het dure en het allemaal echt tijdelijk leuk is, maar dat het niet de essentie van het leven is. Dat wist ik al, maar ik moest er even van overtuigd worden, laat me het zo zeggen. En dat ik echt de dingen moet doen en moet concentreren op dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier van beleef en die me energie geven. En ik ben daar nu mee bezig en ik moet je zeggen, ik ben dankbaar een groot woord, maar ik ben wel blij dat het met me gebeurd is, omdat het heeft me een meer completer mens gemaakt. Ik denk dat het me ook een beter verteerbaar mens heeft gemaakt voor sommige mensen. Want ik kon soms echt een asshole zijn ook toen het echt goed ging. Omdat je er gewoon geen rekening mee houdt dat zoveel mensen afhankelijk van je zijn. Maar je denkt gewoon dat jij on top of the mountain bent en dat iedereen maar naar jouw pijpen moet dansen. En mensen geven je dat gevoel ook dat je geweldig bent, omdat je voor iedereen eigenlijk een meal ticket bent. Ja. Maar dat vergeet je vaak. Je denkt dat die mensen je echt geweldig vinden. En dat heb ik gelukkig nu achter me gelaten. Dus, als ik naar de toekomst kijk, ik ben nu 51, kort 52. Ik heb nog zeker 18 goede jaren voor de boeg. Als ik kijk wat ik de afgelopen 18 jaar bereikt heb en wat ik de komende 18 jaar nog kan doen, ik verheug me echt op de toekomst. ik ga echt nog hele mooie dingen doen gewoon. En je bent schrijver. Ik heb een boek geschreven. Ja. Weet je, dus dat boek gaat, nu dat ik met mijn motivation dingen door, gaat het boek ook weer een boost beleven natuurlijk. Want dat vertel ik mijn verhaal echt ook in wat me gebeurd is en hoe ik erover op weg ben gekomen. Op Aruba heb ik twee trainingen gedaan voor bedrijven ook en zo. Dus het is... Ja, weet je, het leven lag me toe, Shaya, en ik lag keihard terug. Precies, zo hoort het. Ja, zo hoort het ook. Ja, leuk om te horen. Ja, waar. Hmm. Oké. Gaan we al naar de laatste vraag. Ja. De laatste vraag. Ik zet niet meer dan dit hoor, want ik heb echt... Mijn maag zit echt beneden. Kan je hoofd? Oh, dit is echt... Hoeveel dingen zit hierin? Dit is echt een hele heftige. Wat zit erin? Gif. Nou, echt. Het is gewoon zwavelzuur. Man. Ja, de laatste vraag. Ja. We kennen jouw verschillende typetjes natuurlijk. Je hebt een Marokkaans typetje, een Antilliaans typetje en een Hindoestaans typetje. We hebben natuurlijk de bekendste, Tante S. Ja. Kan je mij vertellen waar de typetjes voor staan? En wat is jouw favoriete typetje? En nog beter, we willen dat je graag één van je typetjes... je mag even in de rol kruipen van één van jouw typetjes. Om te vertellen hoe je dit ervaren hebt. Oké, ik heb... vorig jaar besloten om geen typetjes meer te doen. En ik ga je zeggen waarom. Dat is een hele goede vraag. Die typetjes hadden allemaal een bepaald doel. Toen ik Rijmen en Slaat maakte, toen ik begon met Rijmen en Slaat, zaten we in een periode waar de multiculturele samenleving eigenlijk net een beetje ontdekt werd. Zeker op televisie in Nederland. En ik wilde door middel van die typetjes wilde ik eigenlijk laten zien dat... Uit welke cultuur je ook komt, mensen allemaal hun eigen eigenaardigheden hebben waar we met z'n allen om moeten kunnen lachen in principe. Ja. Maar daar geloof ik ook. Ik geloof ook dat in een goede samenleving, dat is in Suriname bijvoorbeeld, waar we echt om elkaar kunnen lachen en met elkaar kunnen lachen. Ik denk dat het essentieel is. En
ik heb, op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt, waar, want ik zei van nou, je groeit naar de volgende fase. En om steeds in diezelfde tool te blijven hangen, dat weet je, dat werkt gewoon niet. Het is net als met de auto. Op een gegeven moment, je auto kan heel goed zijn, maar op een gegeven moment wil je ook een nieuw model gereden, toch? Je kan niet, het oude model wordt sleet en iedereen denkt, oh, ik ken dat, heb ik al 10 keer voorbij zien komen, ik wil graag wel een andere auto nu zien. Dus, een beetje soepeler geworden. Ja, precies. Dus ik heb toen gezegd van, weet je, dan ga ik gewoon op een andere manier mijn boodschap proberen uit te dragen. En ik ben heel dankbaar voor al die typetjes die ik heb gedaan. Tante S is by far out mijn favoriete typetje ever. Het zal ze ook altijd blijven. Het zal ook heel dicht in mijn hart blijven. Misschien dat ik in de toekomst nog iets commercieels met haar doe. Of kijk dat ik nog iets met haar ga doen. Maar je merkt ook dat de sfeer in Nederland aan het veranderen is. Ik bedoel, op een gegeven moment mensen uit de anti-Zwarte Pieten beweging. Die Tante S als vergelijkingsmateriaal voor Zwarte Piet gebruikte. Die zeiden van ja, waarom mogen wij geen Zwarte Piet spelen terwijl Rijmen wel een Surinaamse vrouw mag naderen. Dus weet je, zo scheef en krom denkt men. Dat ze dus het verschil tussen satire en zeg maar realiteit niet meer zagen. Ja. En toen had ik ook zoiets van, weet je wat, ja, misschien moet ik gewoon een andere manier gaan zoeken om het te doen. En weet je, ik bedoel, iedereen die dat nog wil, de Caribbean Combo, die doen ook nog steeds een vrouwenex. En Jandino doet nog steeds dingen. En ik bedoel, mensen vinden het hilarisch en dan moeten ze vooral blijven doen. Ik lach het zelf ook keihard op. Gudeska is echt een van mijn all-time favorite typetjes. Ja, zeker. En, maar ik zelf heb de behoefte niet meer zo om dat te doen. Omdat ik, weet je, ik ben in de next phase gekomen nu. En als je me dan vraagt waar ik deze ding zo heb ervaren. Terwijl ik hier bij die water zit, doe je het? Eerlijk waar, ik heb me die dingen in mijn mond laten zetten. Vrouwen laten me vaak dingen in mijn mond zetten. Maar zoals jij me deze dingen in mijn mond hebt gezet en daarna dingen uit mijn mond hebt gehaald in de vorm van antwoorden. Hoe complimenteus, echt wel, hoe complimenteus. Wat een hobby great, die eten was echt lekker. En als Rijman weer kwam, zeg hem. Volgende keer weer Edsel, ook weer een interview met Jeroen, maar onder andere omstandigheden. We zagen maar. Superleuk. Hey, maar Jurgen. Yes, dear. Allemaal, hè? Yes, vandaag. Allemaal. Ja, het is gelukt, ja. Ik bedoel, mijn maag is nu aan het zeggen van, joh. Maar het is, het, ja. Het is, ik moet zeggen dat ik, bij de laatste moet ik eerlijk zeggen, heb ik een beetje minder gezet. Omdat ik echt niet goed tegen de brug kwam. Ja, ik begrijp de essentie nu, want je gaat er wel makkelijker van praten, ja. Ja. Het is net als alcohol. Het is echt net als alcohol. Ja, of minder, ja. Maar het is net als alcohol gewoon. Ja, ik ben super trots op je. Ja, wat je wel goed. Heel leuk dat je ook bij mij aan tafel zat. Maar is er nog iets specifiek waarbij je zegt van, je moet mij gewoon volgen. Hou mij in de gaten. Ja, ik ga 2 theatershows doen het komend seizoen. 1 theatershow, dat gaat over het leven van Wubbo Ockels. En de uitvinding die hij heeft gedaan over zijn laatste woorden, Save the Earth. En het is een voorstelling over duurzaamheid en hoe we beter met de aarde kunnen omgaan. Maar niet met het vingertje in gezicht, maar met heel veel humor en relativering doen we dat. En het andere programma, dat is Schudden aan die Bomen, dat is mijn eigen programma. En daar ga ik op zoek naar mijn voorouders. Ik heb voorouders uit 4 werelddelen. En ik ga op zoek naar mijn voorouders en ik ga dus dusdanig hard schudden aan mijn bomen om te kijken of als die voorouders in het Nederland van nu zouden leven. Hoe zouden ze dat ervaren? Hoe zouden ze daarmee omgaan? Ik heb bijvoorbeeld een oude opa, die was medicijnman, een echte Indiaanse Piaiman, een shaman. Nou, ik denk dat Astans iets slim had gedaan, hij nu een soort van ayahuasca-keten had over heel Nederland, om alle Nederlanders lekker te laten braken terwijl ze zichzelf vonden. Dat soort dingen ga ik dus op zoek naar. Hartstikke leuk. Ja. Schud aan die boom, houd in de gaten. Schud aan die boom. Oké, nou, ik kom zeker kijken naar je theatershow. Graag. Ja. Dat doe ik zeker. En ik hou je ook in de gaten bij je programma. In ieder geval hartstikke bedankt. Het was er genoeg, lieverd. Ik heb nog een kleinigheidje voor je. Ja, ik hou van kleinigheidjes en grootigheidjes. Ja, nou, misschien wordt het een kleine grootigheidje. Uh-huh. Dit is een day after care pakket voor morgen. We willen ook zien hoe het met je gaat morgen. Dus dat mag je even aan mij laten weten. Uh-huh. Ja, zit er binnen. Doekjes in, zit wat melk in. Moet je ook zien hoe die billendoekjes eruit zien? Wil je ook een foto daarvan hebben? Ik kan ook voor je sturen. Daar kan je over. Ja. Ik weet niet hoe intiem je alles met ons wilt delen. Ik weet niet wat je van wilt zien. Maar fijn. Nee, oké. Okay, ik zal je morgen even een berichtje sturen. Zeg goed. Ja, je mag een filmpje van jezelf. Gewoon een filmpje maken. Ja, komt goed. En als je iemand nog wil laten branden. Heb je ook nog wat sambal erin? Ja, zit ook nog wat. Kijk, van je zelf gemaakte. Deze zit erin. Ja, toch? Het is. Nee, het is deze. Nee, want daar staat jouw foto op, toch? Ja, maar deze. Ja, we hebben zo'n beetje. Dat is deze, ja. Ja. Ja, dat klopt. Want dit gaat allemaal hier naartoe. Ja, precies. En dat is deze, ja. Dat is een stukje. Ja, ik heb niet zomaar dingen geraakt. Kijk, dit is ook zo. Bob. Dit komt daar. Ja. Deze is die gele en dit is zo. Kijk, zie je? Voilà. Hé. Deze aan je overhandigen. Dankjewel.
En bedankt voor de uitnodiging. Ja, bedankt voor je komst. Ja, ik geef naar het toilet. Ja.